Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal van vandaag. Alvorens van start te gaan met dit journaal, willen wij van deze plek uit de minister van Volksgezondheid van harte beterschap toewensen en een spoedig herstel, zodat u het goede werk kunt voortzetten. We nemen ook vandaag een kijkje op de COVID-19 dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn er uit de 1461 swabs die zijn afgenomen 692 positieven geregistreerd, terwijl er 769 mensen negatief getest zijn. Sinds de pandemie zijn intrede deed in Suriname zijn er totaal 71.629 mensen positief getest. Het percentage voor wat het aantal positieven betreft staat nu op 47,4%, wat nog heel erg hoog is. Volgens de gezondheidsinstanties wereldwijd moet dit cijfer onder de 10% liggen. 5 mensen hebben het afgelopen etmaal het leven gelaten, wat maakt dat al in deze maand er 58 mensen zijn overleden aan deze zeer ernstige longziekte. In totaal zijn er 1247 mensen overleden aan COVID vanaf die zich in Suriname aanmelden. Een stijging op de intensive care units. 13 personen hebben er intensieve zorg nodig en 98 mensen worden in de ziekenhuizen verzorgd. Het reproductiecijfer is verder gedaald. Waar dit cijfer begin van de maand op 5,34% stond, staat die het afgelopen etmaal op 0,66%. De meeste besmettingen vinden plaats in Paramaribo, Wanica en Komowijnen. Het coronavirus zal zich blijven muteren, soms met milde varianten, maar is best mogelijk dat er ook gevaarlijkere varianten kunnen ontstaan. Vandaar dat men zich moet laten vaccineren. Dat zegt dokter Ritesh Danpat in gesprek met het COVID-19-journaal. Ons voorstellen dat COVID nu eigenlijk zal verworden tot een soort griep dat jaarlijks zal terugkeren. En natuurlijk als we kijken naar de afgelopen 2 jaren hebben we dan zoveel varianten gehad. We verwachten zeker dat COVID zich nog verder gaat muteren in andere varianten. En als nu hebben we Omicron, als we later een iets gevaarlijkere variant krijgen, kan die wel. Iemand die niet gevaccineerd is en ook nooit eerder besmet is geweest, kan die ook ernstig ziek maken. Dus ja, er bestaat altijd een mogelijkheid. Nu met het Omicron variant zijn de wetenschappers druk bezig een nieuw vaccin te ontwikkelen tegen dit variant dat zich supersnel verspreidt over heel de wereld. Verder is het niet uitgesloten dat indien een nieuw variant opduikt, dat er opnieuw een vaccin ontwikkeld zal worden. Men zal dus opnieuw moeten boosteren, net zoals men elk jaar een griepprik neemt in het buitenland, vooral de risicogroepen. Vandaar nu het advies, laat je vaccineren. Je weet niet welke variant straks komt. Kijk, voor Omicron wordt er speciaal nu een aparte vaccin ontwikkeld. Natuurlijk is het nog steeds een COVID-vaccin, maar het is een beetje aangepast aan de Omicron. Dat wordt tegen maart door biotech Pfizer eigenlijk uitgebracht. Dus daar heb je alvast eentje tegen Omicron. Het is nog steeds een COVID-vaccin, maar het is tegen Omicron. Later, ik weet niet, misschien over 3 maanden, 6 maanden, als er weer een andere variant ontstaat, laten we het niet hopen, zullen we misschien weer een andere vaccin daarvoor nodig hebben, die weer een beetje aangepast is. Dus je zal waarschijnlijk door moeten gaan boosteren. Dat is hoe we elk jaar een griepprik nemen in het buitenland. Precies zoals we nu in principe hebben, toch? Die griepprikjes die we toedienen aan vooral de risicopopulatie, want die moeten we beschermen. Dus de gezonde hoeft misschien geen jaarlijkse booster te nemen, misschien 1 keer in de 5 jaar of zo. Maar de risicopopulatie, die gaan we wel moeten boosteren, geregeld. Maar dat moet nog blijken. Dr. Javier Assin is coördinator van de stuurgroep COVID-vaccinatie. Hij zegt dat nu bijkans de helft van de bevolking is gevaccineerd, maar niet tevreden is als gekeken moet worden naar de doelgroeppopulatie en de totale populatie. 50% gevaccineerd is nog te laag, vooral als we weer te maken krijgen met een gevaarlijk variant. Hij geeft een update over het vaccinatieproces in Suriname. Ja, het glas is half vol of half leeg. Laten we zeggen dat het half vol is. De helft van de bevolking is gevaccineerd. Ook een behoorlijk aantal heeft de booster gehad. Dus dat is goed te noemen. Maar een vaccinatiepercentage van 50% doelgroep, 40% van de totale populatie is te weinig voor het geval we ooit een gevaarlijke variant krijgen. En dat kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen. En om die reden vind ik 50% te laag.
als je dan terug gaat rekenen naar oké, hoeveel zouden er dan nog gevaccineerd moeten worden, zijn er nog ongeveer 200.000 mensen die helemaal gevaccineerd moeten worden en 150.000 mensen die nog een booster moeten hebben. Dus het is nog wel een vrij forse groep die één of meerdere prikjes moet krijgen. In Europa wordt gesteld dat het einde van de pandemie reeds in zicht is, omdat in Europa de vaccinatiegraad heel hoog is. Zo is bijvoorbeeld in Engeland bijna 80% van de bevolking reeds volledig gevaccineerd en meer dan 50% hebben hun booster reeds ontvangen. In Suriname kunnen wij dat nog niet zeggen gezien de lage vaccinatiegraad. Dr. Asin wil niet te vroeg juichen omdat hij zich nu zorgen maakt over de Omicron variant. Het wordt onderschat door velen, maar men staat er niet bij stil dat er dagelijks 2 mensen sterven door Omicron en dat er ook mensen zijn die goed ziek zijn geworden door de nieuwe variant. Ook jongeren onder de 30 jaar zijn getroffen door Omicron. Het einde van de pandemie is van veel zaken afhankelijk. Onder andere de vaccinatiegraad, die is te laag. Maar ook van bijvoorbeeld de Omicron variant die vrij mild lijkt te verlopen. Het verloopt mild bij veel mensen. Het is geen milde variant. Ik denk dat we die vergissing niet moeten maken. U zult vast en zeker mensen in uw omgeving hebben die Omicron hebben gehad. En bij de meeste mensen is het zonder klachten of heel weinig klachten of 2 tot 3 dagen klachten. Zeker als die mensen gevaccineerd zijn of een booster hebben gehad, valt het erg mee. Maar er zijn ook mensen die echt behoorlijk ziek zijn geworden van Omicron. Dus we moeten niet de vergissing maken om te zeggen dat het bij iedereen mild verloopt. We hebben 200.000 mensen die totaal niet gevaccineerd zijn in Suriname. En voor hun kan het heel vervelend verlopen. En we zien ook dat er gemiddeld 2 mensen per dag overlijden aan Omicron. En het zijn niet alleen maar mensen met zwaar onderliggend lijden. En er zijn ook jonge mensen overleden, onder de 30. Dus het is te vroeg om te zeggen, deze variant is onschuldig. Het verloopt wel een stuk minder heftig dan we in de vierde golf met de Delta variant hebben gehad. Dus daar ben ik wel heel erg blij om. Maar en ik hoop echt dat Omicron voorlopig het laatste is wat we hebben. En misschien dat we in het najaar nog een opleving kunnen hebben van COVID. Maar ik heb wel goede hoop dat we nu een rustigere periode ingaan. Maar het is echt te vroeg om te zeggen dat het einde van de pandemie is. BA2 is een subvariant van Omicron die onlangs werd geïdentificeerd. En volgens gezondheidsfunctionarissen houden nog steeds in de gaten hoe besmettelijk het is en hoe effectief het immuniteit ontwijkt. Tot nu toe is er geen indicatie dat het een grotere bedreiging vormt dan de oorspronkelijke Omicron-stam. Het is knap dat ze het hebben ontdekt. Het heeft net iets meer mutaties dan de variant die we nu kennen. Maar het goede nieuws is dat het waarschijnlijk niet veel ernstiger ziektebeeld geeft. En dat de vaccins ook tegen deze heel goed beschermen. Dus het is wel belangwekkend. Dus het is of interest. We moeten er naar kijken en we moeten het volgen. Maar het is niet of concern. Dus we zijn er niet bezorgd over. De coördinator is voorstander van het afschaffen van bepaalde COVID-maatregelen. Maatregelen kunnen genomen worden wanneer het gehandhaafd kan worden. En in Suriname blijkt dat de handhaving heel moeizaam verloopt. Maatregelen kunnen voordelen hebben, maar ook ergere nadelen, vooral voor de scholen, de horeca en het bedrijfsleven. Wat mij betreft, ik ga daar niet over, maar maatregelen moet je eigenlijk alleen nemen wanneer je ze kan handhaven en wanneer het zinvol is. En als ik kijk internationaal, dan lijkt het niet heel erg zinvol om heel strenge maatregelen te hebben. Mensen besmetten elkaar toch nog in de huiselijke sfeer. Of op andere manieren. Ook omdat het handhaven in Suriname nog steeds heel erg moeilijk blijkt. Maatregelen hebben niet alleen voordelen, ze hebben ook grote nadelen, met name voor het bedrijfsleven, de horeca en het sociaal leven. Mensen vereenzamen, de kinderen raken achter op school. En om die reden juich ik het toe om elke maatregel die niet zinvol is of niet te handhaven is, om die af te schaffen.
en rationeel af te schalen. We moeten nu gaan kijken naar rationeel afschalen en richting het nieuwe normaal. En we kunnen sneller naar het nieuwe normaal naarmate we ook een hogere immuniteit in de, dus een hogere weerstand in de samenleving hebben. En dat kan op twee manieren. Of met z'n allen Omicron krijgen, dat is niet verstandig. Dat heb ik al aangegeven, want dan stromen de ziekenhuizen wel vol en de mortuaria ook. En de andere manier is om zoveel mogelijk te vaccineren en boosteren. Het vaccin ligt daar, dus laat je gauw vaccineren nu het nog kan. De vaccins Pfizer en AstraZeneca vervallen binnenkort. Laat het geen zonde zijn dat wij die gaan moeten wegdoen. We hebben nog ongeveer 15.000 tot 20.000 doses AstraZeneca die valt 28 februari, dus nog een maand. Dan hebben we minder dan 5.000 doses Pfizer die vervallen ook eind februari. En we hebben meer dan 60.000 doses Sinopharm, die is tot 2023 houdbaar. En er is 200.000 doses Pfizer onderweg. Maar we weten niet precies wanneer we dat kunnen gaan gebruiken. En ook vandaag nemen we een kijkje op de vaccinatiedashboard. En met deze cijfers zijn we dan ook gekomen aan het eind van dit journaal. Ik wil u een fijne voortzetting van uw dag toewensen en u nogmaals op het hart drukken om u te laten vaccineren. Tot gauw! Een blik op de vaccinatiedashboard zien wij dat tot heden 264.166 mensen hun eerste dosis hebben ontvangen. Dat is 43,94% van de totale populatie en 54,85% van de doelgroeppopulatie. Onder gedeeltelijk gevaccineerd zien we dat er 32.088 prikjes zijn toegediend en dat is slechts 5,34% van de totale populatie en 6,66% van de doelgroeppopulatie. 232.078 prikjes zijn als tweede dosis toegediend en dat is 38,61% van de totale populatie en 48,18% van de doelgroeppopulatie. 37.688 boostershots zijn toegediend en dat brengt ons op 6,27% van de totale populatie en 6,82% van de doelgroeppopulatie. Momenteel wordt er gevaccineerd met het Pfizer-vaccin, het AstraZeneca-vaccin en het Sinopharm-vaccin. Let wel, de vaccins Pfizer en AstraZeneca vervallen over een maand. In Suriname zijn er tot heden 533.912 prikken gezet.